Ik ga je uitleggen hoe de Hyatt open moet. Want ik kom vaak tegen in mijn lespraktijk dat een Hyatt niet goed open gaat bij een leerling. En dat is vaak lastig uit te leggen, dus vandaar dat ik eventjes dit filmpje maak. Als ik dit doe, en de Hyatt gaat niet omhoog, dan kunnen er drie dingen aan de hand zijn. Het kan zijn dat je gewoon het schroefje moet aandraaien, dus dan trap je een klein stukje de Hyatt in en dan draai je dit schroefje aan. Zo. Dan gaat hij omhoog. Stel dat hij dat dan niet doet, dan is er iets anders aan de hand. Dat ga ik je laten zien. Dus stel dat ik het schroefje aandraai en dan gaat hij niet omhoog. Dan zie je alles omhoog komen. Dat betekent dat je deze eventjes los moet draaien. En dan pak je hem er helemaal af. En hetzelfde doe je met het bovenste bekken. Zo. En dan als het goed is, liggen er in het onderste bekken een schroefje en een viltje. Wat je dan doet is je pakt het bovenste bekken en je pakt de clutch, zo heet dit ding. En die clutch hou je op zijn kop en er pak je het bovenste bekken en die doe je er zo op de kop op. Dus dan heb je de onderkant naar boven. En dan zie je zo het schroefje tussendoor komen. Dan pak je het viltje die hier eerst lag. En die zet je er zo op. En daarna pak je het schroefje. Dit is eigenlijk een schroefje. En die draai je hier op. Kijk even de goede kant. En die draai je dan zo strak mogelijk, zodat het bekken er goed klem tussen zit. Zo. Nu kan ik hem gewoon op zijn kop houden. Dan doe ik hem er weer overheen. Trap ik hem een klein stukje in het pedaal. En terwijl ik hem inhoud, draai ik het schroefje aan. En dan doet hij het. Als het niet een van de vorige twee problemen is, en je trapt hem in en hij doet niks, je hebt toch deze vast. En je haalt hem eraf en je hebt toch deze ook vast. En hij doet niks, dan kan er nog iets anders aan de hand zijn. Wat je dan doet is, je legt deze eventjes weg. Je haalt ook het onderbekken eraf. En dan draai je dit schroefje los. Of hier zit die. Dit schroefje. De helft ongeveer. Die draai je los. Een klein stukje. En dan zag je hem al een stukje omhoog komen. Goed, ik draai hem een klein stukje los. En dan kun je het bovenste buisje eraf halen. Zo. En wat er dan wel eens gebeurt, is dat er dus... Ik zal hem er even bij pakken. Dat het schroefje erin is gegaan. Kijk wel of je dat zo kan zien. Dus hij is ernaast gegaan. En dat wil je niet, want hij moet hierin draaien. En dan draai je hem gewoon met de klok mee. Het is gewoon een schroef. Dan draai je hem erin. Zo strak als je kan. En dan pak je dat bovenste buisje weer. Die doe je er weer omheen. Ja, op de hoogte die je graag wil. Dan draai je dit schroefje vast. Pak je het onderste bekken. Die zet je erop. En dan pak je het bovenste bekken. En die zet je erop. Dan trap je hem weer een stukje in. Draait hem vast. En zie je, hij doet het. Ik hoop dat deze video jullie een beetje geholpen heeft. En succes!